wij doen een flessen-inzamelingsactie voor Suzanne Klein. Ja. En Suzanne is een Grand Prix-ruiter met uitgezaaide galwegkanker. En daarvoor kan ze behandelingen krijgen in Duitsland, omdat ze in Nederland is uitbehandeld. En daar heeft ze 70.000 euro voor nodig. Dus daar halen wij een lege fles voor op en die leveren dan in. En het geld gaat dan naar haar. Nou, wat lief van jullie. Ja. Dus maar ik heb nu geloof ik maar één fles, dat schiet niet op natuurlijk. Maar dat maakt niet uit, want alle kleine beetjes helpen, hè. Dus. Dan ga ik die fles ophalen. Ja. Zo even kijken, ik zie je. Dan kijk ik even, ja? Zie je zo terug. Top. Ik zal nog een klein beetje in, dus ik mag even opgedroeg. Nou, hartstikke bedankt. Zo. Nou, heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Doeg. Doeg. Zo, dat zijn er wel heel veel, hè? Ja. Ja, fantastisch. Echt geweldig. Ja, ik las het initiatief dat ze statiegeld op aan het halen zijn van lege flessen om een bijdrage te kunnen leveren, zodat ik mijn behandelingen kan gaan betalen. Ja, dat is echt zeer ontroerend. Dat is denk ik het allerbeste woord wat ik ervoor kan vinden. Ja. Ik kan ook niet tegen. Heel fijn. Ja, ik kan er niet echt iets over zeggen. Dat ze het leuk vindt en dat ze er zelf een beetje moet huilen, dat vind ik ook wel. En dan weten we ook een beetje gewoon goed waar we het voor doen en zo, dat ze het zo leuk vindt. Ja. Nou, ons doel is denk ik, we hebben niet eigenlijk een doel of zo, nee, hè? Nee, maar we willen wel heel erg graag, zeg maar veel. 1000 euro zou wel cool zijn. Ja. Maar misschien een beetje we veel, weten maar niet of we dat gaan halen. Maar we doen ons best. We hebben al wel de 100 euro al opgehaald. Volgens mij gelden deze hier niet, maar we kunnen kijken. Het gaat de goede kant op. Dit gaat echt lekker. 7 euro. Lekker man. Zullen we gewoon hierin doen? Zit er al wat in? Er zit ook los geld in. Dit hebben wij gemaakt. Dat mochten we hier neerzetten. Want dan kunnen mensen hier ook een bonnetje in doneren als ze het zelf hebben ingeleverd. Kunnen ze het hier een bonnetje in doen en dan kunnen we hem straks weer openmaken en dan kunnen we dat ook inleveren. Ja. Wilt u ons nou helpen? Bewaar dan uw lege flessen en uw statiegeldbon. Voor meer informatie kijk dan op gelderlandhelpt.nl. Yes! Yes. Hij moet het doen. Ja, lekker.